gezellig fietstochtje maken. Heb ik twee fietsen? Nou, een lekker kaart gekleurd op mijn fiets. En dit is het resultaat. Veel beter. Het lijkt wel of ik ziek ben. Daardoor zal haar keuze ook makkelijker zijn, denk ik. Op dat moment rijden de twee treinen frontaal op elkaar. Ik vrees dat ik een rood sein heb gemist. En boem, daar liggen ze dan. Even kijken, we willen toch even het bewijs zien. Deze. Ja, zeker. Nee, ik vind... Ik ben het geheel met u eens. En voor de botsing negeerde een van de twee treinen een rood sein. Doorrijden, het is wel moeilijk. En boem, daar liggen ze dan. Heen en zij, echt letterlijk de woorden, ik vrees dat ik een rood sein heb gemist. Sommige borden die ken je dan niet. En dan moet je toch antwoorden. Dat is wel heel goed uitkijken. En ik ben super trots. Gewoon doorrijden. Heeft u er nog wat tijd voor? Ja, maar u weet hoe het altijd afloopt met Dagobert Duck. Uiteindelijk heeft hij meer geld dan jij na het gesprek. Dus dat is het probleem met Dagobert Duck. Die is zo rijk omdat hij ook nooit een cent afstaat. Er spelen wel vaker typetjes mee in het stripblad. Die lijken op bekende mensen, maar met een andere naam. Zoals Johan Kluif, Jolante Cabau van Glasscherven en Peter R. Diepvries. Ze ruiken wat en het zijn nou niet echt lievertjes. En op het juiste moment zal ik de handen wel uit de mouwen steken. Ik ben Gijsbert, 35 jaar. Ik zoek een avontuurlijke, vrolijke vrouw met een eigen leven die dat wel graag met mij wil delen. Oprah Winfrey. Maxima, die komt eraan. De Maxima? De Maxima. Föhn wel mee als je daar elektriciteit hebt, want ik heb een... Daar liggen ze dan. Jong geleerd is oud gedaan. Het stripblad bestaat 60 jaar en om dat te vieren mocht de minister-president voor één keer meedoen. De secretaresse mee komt er zelfs in voor en Jan Kees de Jager, financiënminister, staat er prachtig in. Ja. Dan bij deze majesteit kom ik hier lang. Buurt elk jaar weer vragen van wat hebben jullie dit jaar en iedereen is heel nieuwsgierig. De parties zijn dit jaar verplaatst naar de randen van de stad. Nee, zeker niet. Veel hoger dan ik de afgelopen 3-4 jaar heb gezien. En vrijdag wordt ook al een hele leuke lentedag met nog altijd droog weer, de zon erbij en een gemiddelde temperatuur rond 14 graden. En alert. Misschien moet hij toch een tikje hoger. Gast, wat doe je? We hadden al 12 seconden niks van je gehoord. Geen tweets, geen sms, geen WhatsApp. What's up? Hij lag onder de bank. Vrienden staan nooit uit. Niet eens een porretje. Met high messaging. Supermarktmanager worden. Heel graag. Kom maar. Moet ik even helpen? Nee, hoeft niet hoor. Nee, ze heten vleestomaten. Pietertje, ga maar even zwisselen, jongen. Hoe goed dan, Pieter? Dat is steeds beter. Ik wil echt niet voetballen, hè, Pieter? Nee.
Dus om het vol te houden, nemen we om 4 uur kuppensoep. Houd ons scherp en alert. Misschien moet hij toch een tikkie hoger. Jento, Samé, dat betekent iets van... Voor mij word je niet slimmer, hoor. Dan... Gerard, ik ben 46 jaar. Ik ben Gijsbert, 35 jaar. Ik zoek een avontuurlijke, vrolijke vrouw met een eigen leven. Nou, een lekker kaart gepleurd op de fiets. Ja, ik ken niet zoveel van de Surinaams. Even denken hoor, even denken. Oprah Winfrey. En voor de botsing negeerde een van de twee treinen een rood sein. Ander nieuws. Lijkt erop dat een van de twee treinen die zaterdag tegen elkaar botsten in Amsterdam een sein heeft genegeerd. Minister Schultz van Verkeer en Waterstaat heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. Bij het ongeluk vielen meer dan 100 gewonden en 1 dode. En 10 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Vandaag komt hij. Ja. Dat is zeker? Nee, daar ga ik wel vanuit, ja. Dat kan niet meer fout gaan, denk ik, vandaag. Nee. Ga gewoon lekker vol erop. 2 dagen na het ongeluk begint steeds duidelijker te worden hoe het gebeurd moet zijn. Om 18:20 vertrekt de sprinter vanuit Amsterdam Centraal. Uit westelijke richting komt de Intercity vanuit Den Helder. Door werkzaamheden maakt die trein gebruik van een ander spoor dan normaal. Een rood sein moet de sprinter hiervoor waarschuwen. Maar dat sein wordt vermoedelijk niet gezien door de machinist. Daardoor komt de sprinter via een wissel op hetzelfde spoor terecht en rijden de twee treinen frontaal op elkaar. Capiento! Samer. Wie interesse had, kon reageren. En dit is het resultaat. Vandaag gaan we het hebben over de wc's van het Newman College. Ik zelf zat net op de wc en het is lekker hier. Doei! En Luna Balkenende, die vertelt over Donald Duck. In de vroegere tijden van mijn kindertijd heb ik vaak Donald Duck gelezen. Ik vond het erg leuk en erg speciaal. Doei! Er is een treinongeluk gebeurd. Erg schokkend. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Je ziet hier dat... Fiets. En nu het weerbericht. Het regent geel, daar staan al deze mensen bij mij. En dat vindt... Zo, meneertje. U denkt ik heb een snelle bak. Ik trap hem eens flink op zijn staart. Ik heb niet. Kunt u natuurlijk wel een gek stemmetje gaan opzetten. Daar trap ik mooi niet in. Leuk, hè? Speciaal omdat Albert Heijn 125 jaar bestaat. Euroweken bij C1000. 100 aanbiedingen voor maar 1 euro. In bezig, C1000. Gast, wat doe je? We hadden al 12 seconden niks van je gehoord. Geen tweets, geen sms, geen WhatsApp. WhatsApp? Geeft u gegarandeerd een beter en sneller resultaat dan u ooit voor mogelijk had gehouden. Bel nu 0900 9392 en bestel AppCircle Pro van Telcel voor slechts €179,95. Als u AppCircle Pro bestelt, ontvangt u tevens een gratis... Bel 0800 4664. Wat ik te voelen krijg is eigenlijk dat je ook best wel een strijd aan kan gaan met jezelf. En het werd echt een bitch fight. Mies, 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 hou op, Mies, hou op, Mies. Hey. Balletje moet nu even goed gaan rollen. Die vloog je ook van mijn oren. Oef eraf,
Dan eten ze je hersenen eruit. En dan denken ze dat ze slimmer worden. Ik ben echt heel erg leuk. En ik heb nou ook nog geen flauw idee wie ik uiteindelijk moet gaan kiezen. De keuze is uiteindelijk aan jou.